Dag beste kijkers. Ook deze week zijn we er met een nieuwe aflevering van het Vlaams Belang. De asielcrisis is terug aan een enorme opmars bezig. Hierover ga ik in gesprek met Kamerlid Dries van Langenhoven. Dag Dries. De asielcijfers swingen enorm de pan uit, bijna terug tot op het niveau van 2015. Klopt, we zitten terug met een enorme stijging van de asielcijfers. Uit de nieuwste cijfers die ik kon inkijken van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt dat er in september alleen al 3.326 asielaanvragen werden ingediend in België. En als we dat willen gaan vergelijken, dan kijken we naar de afgelopen 4 maanden waar er maar liefst 10.528 asielaanvragen werden ingediend. Vergelijken we dat met dezelfde periode in 2019. We vergelijken met 2019, omdat 2020 natuurlijk een coronajaar was waar je niet mee kan vergelijken. Maar dan zitten we dus met een stijging van 15,5% in het aantal asielaanvragen. Een ongelooflijk grote stijging die ervoor zorgt dat we op vandaag in België bijna 30.000 asielzoekers opvangen in onze asielcentra. Dat is gigantisch veel. En dat zorgt voor een enorme druk op die centra, voor een conflictueuze situatie die dan leidt tot inderdaad soms zelfs gewelddadige conflicten binnen en buiten de asielzoekerscentra, voor een enorme werkdruk ook voor de mensen van FedAsiel die daar werken. En die hebben dan besloten, zoals we in de media hebben gezien enkele dagen geleden, om tot een staking over te gaan omdat ze de druk op die asielcentra niet meer aankunnen. En het jammere is natuurlijk wel dat er uit die situatie een aantal mensen zijn die de totaal verkeerde conclusies trekken en zeggen we moeten nog meer opvangplaatsen creëren, we moeten nog meer middelen vrijmaken voor asiel en migratie. Maar in dit land hebben we geen opvangplaatsen te weinig, we hebben asielzoekers te veel. We moeten naar minder opvangplaatsen en minder asielzoekers in België. Ja, in 2015 ging het dan vooral over Syrische vluchtelingen. Eigenlijk voornamelijk door de Syrische burgeroorlog dan. Maar nu hebben we dan te maken met nieuwe migranten. Dat klopt. Eigenlijk is het op vandaag een mix, net zoals dat trouwens in 2015 ook het geval was. En daar zitten nog steeds Syriërs bij. Maar we komen toch tot de vaststelling dat die burgeroorlog die lang heeft gewoed in Syrië, dat die op zijn einde aan het komen is, dat die bijna uitgewoed is. Dus moeten we gaan kijken hoe kunnen we die mensen begeleid repatriëren naar hun land van herkomst, waar ze hun cultuur kunnen uitdragen, waar ze eigenlijk ook hun wortels hebben. En een land als Denemarken neemt daar het voortouw in en die zeggen, kijk, we gaan alle mensen uit Damascus, de regio rond Damascus, nog een aantal andere veilige regio's in Syrië, we gaan die mensen terug naar hun land repatriëren. En we zouden best eigenlijk dat voorbeeld volgen. Op de mix vandaag zitten er natuurlijk ook heel veel Afghanen in. En dat is voor een deel toe te schrijven aan de New Red Kite, die befaamde evacuatieoperatie die men gedaan heeft, waar men heel veel Afghanen naar België heeft gehaald. Maar tegelijkertijd zien we ook dat die stijging zich al een tijdje aan het aftekenen is in België. In juli bijvoorbeeld hadden we nog 500 aanvragen van Afghaanse asielzoekers. En in augustus was het al gestegen naar 950 asielaanvragen. Het mogen eigenlijk duidelijk zijn dat als we op vandaag die crisis niet dringend gaan aanpakken, dat we dan naar een situatie gaan zoals in 2015, waar Europa werd overspoeld door illegale migranten en asielzoekers. En dat moeten we koste wat kost voorkomen. Ja, u verwees net al, de aanpak is zeer belangrijk, maar opnieuw de Taliban verdrijven is eigenlijk alvast geen optie. Dus welke andere mogelijkheden zijn er dan volgens u? Well, nee, inderdaad, de Taliban verdrijven uit Afghanistan is geen optie. En het is trouwens ook maar de vraag of dat wenselijk zou zijn, zo'n scenario. We moeten gaan kijken naar de opties van opvang in eigen regio. Dat is het beste voor iedereen, voor de mensen die daar worden opgevangen, want zij moeten niet volledig ontworteld worden. Ze kunnen makkelijk terugkeren naar het land van herkomst, waar ze eigenlijk hun thuis hebben, waar hun cultuur leeft. Daar moeten ze makkelijker terug naar kunnen keren. En tegelijkertijd is het goed voor ons, want wij kunnen met dezelfde middelen in de regio veel meer mensen gaan helpen. Dus inzetten op opvang in de eigen regio is zeer belangrijk, echt cruciaal in deze crisis. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een heel aantal andere dingen die we kunnen doen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk nu het voortouw heeft genomen voor het terugkeerbeleid om visumsancties te gaan opleggen aan landen zoals Marokko, Algerije, Tunesië. Landen die manifest weigeren om hun illegale onderdanen terug te nemen. Die moeten we onder druk zetten door visumsancties, maar ook bijvoorbeeld door te zeggen, kijk, als jullie geen illegale onderdanen willen terugnemen, dan zetten wij ook de kraan van de ontwikkelingshulp dicht. Op zo'n zaken moeten we gaan inzetten en natuurlijk het sluitstuk van ieder migratiebeleid, gecontroleerde grenzen. Zowel de Europese buitengrenzen moeten we dringend gaan sluiten en controleren, zodat er ook geen mensen meer verdrinken, bijvoorbeeld op de Middellandse Zee. En ook de Belgische grenzen, want dat zien we, het was ook onlangs in de media, we hebben het er al over gehad bij Vlaams Belang, we zien dat er in Frankrijk een alarmsignaal afgaat waar ze zeggen de helft van de mensen die de illegale oversteek maken van Frankrijk naar Engeland, die komen uit België. Dus wij zijn een schandvlek in dat Europese migratiebeleid en daar moeten we dringend iets aan gaan doen. Spreekt voor zich, Dries. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.
Onze reportage van deze week gaat over de stijgende energieprijzen en de nefaste sociale gevolgen hiervan. Mijn boodschap naar de politici zou zijn om de belasting op de energiefactuur fors naar beneden te halen. De federale ombudsman voor energie wordt overstelpt met klachten van mensen die hun tussentijdse afrekening zien stijgen. Ik ben de Muit, Dorothee. Ik ben van opleiding verpleegkundige en ben momenteel op invaliditeitsuitkering. Ik leg mezelf een budget op van 50 euro in de week, wat ook eigenlijk niet echt veel is. Ik bespaar zowat op alles en vooral ja, dan ook nog een beetje op mijn gezondheid, wat dat niet erg bevorderlijk is voor de ziekenhuisfacturen. Omdat ik natuurlijk heel regelmatig mijn gaskranen dichtdraai, dus het is niet altijd echt warm. Het huis is voetkillig en is ook niet echt heel bevorderlijk voor de gezondheid. Alle luxe producten worden uit het leven ook gebannen. Dat kunnen wij ons echt niet permitteren. Mijn boodschap naar de politici zou zijn om de belasting op de energiefactuur fors naar beneden te halen. Ze plukken de mensen gewoon leeg en we zijn dat gewoon beu. Het wordt tijd dat er echt wel eens verandering in komt. Energie is een basisrecht en zou zo dan ook behandeld moeten worden. Ons tweede thema van vandaag gaat over het steeds groter wordende leraartekort. Hierover ga ik in gesprek met Vlaams parlementslid Jan Laremans. Dag Jan. Goedenavond Valérie. Jij volgt voor onze commissie onderwijs op, waar ook het tekort van leerkrachten aan bod komt. Mm-hmm. Het is zelfs zo erg dat sommige scholen dreigen te sluiten. Ja, in Brussel zien we bijvoorbeeld dat er 6 op de 7 Vlaamse scholen nog met vacatures zitten. Dat betekent dat ze geen leerkracht vinden om een bepaalde klas te doen of om een bepaald vak te geven. En daarnaast heb je natuurlijk ook die mensen die gewoon ziek vallen, diegenen die in zwangerschap gaan. Dan heb je mensen die uitvallen door quarantaines met corona. En op die manier wordt het natuurlijk heel moeilijk om je school te kunnen openhouden. Maar het is niet alleen in Brussel dat het probleem zich voordoet, het is eigenlijk in heel Vlaanderen dat scholen soms een moeite het hoofd boven water kunnen houden. En wat doen ze dan? Ja, ze halen gepensioneerde leerkrachten weer voor de klas. Of ze laten leerkrachten de uren van iemand, een collega, erbij pakken. Of ze laten de directeur zelfs soms voor de klas staan. Maar de dupe daarvan, van heel dat verhaal, zijn natuurlijk de leerlingen. Die soms urenlang in de studie zitten, niks meer leren. En dat mag natuurlijk niet blijven duren. Inderdaad niet. Maar hoe is het eigenlijk zover kunnen komen? Want vroeger was het beroep van leerkracht toch wel aantrekkelijk en behoorde het Vlaamse onderwijs zelf tot de beste in de wereld. Ja, dat was inderdaad een veel betere tijd. En helaas, vandaag de dag zien we dat er veel leerkrachten uitvallen door burn-out. En dat ook veel jonge leerkrachten vooral het onderwijs veel te snel verlaten. 40% van de jonge leerkrachten valt binnen de 5 jaar uit of gaat iets anders doen. En dat is natuurlijk een situatie die ook niet gezond is. Wat zijn de oorzaken daarvan? Ja, natuurlijk overdreven planlast en administratie. Ook leerlingen die slechte attitude hebben, niet gemotiveerd in de les zitten. Dan heb je de discipline die vaak achterwege blijft in scholen. En ouders die zich komen moeien. Vroeger was dat veel minder het geval, maar met de moderne technologie kunnen zij tot 's avonds laat een mail sturen naar de leerkracht. En om 9 uur 's avonds bijvoorbeeld vragen ze, kunt u mijn dochter nog bijles geven? Want die heeft morgen toets van u en ze kent niet alles. En ja, bent u daartoe bereid? Ja, sorry, dat is natuurlijk iets wat getuigt van weinig respect voor de leerkrachten. En dat zal er zeker niet toe bijdragen om de leerkrachten erin te houden. Het tweede probleem is dat er in de lerarenopleiding alsmaar minder studenten instromen. Jaar na jaar zakt dat. Vorig schooljaar hadden we nog 22.000 studenten daar. En dat is
ondertussen alweer met meer dan 1000 gezakt. Dus als je weinig instroom hebt, ga je ook weinig afgestudeerde leerkrachten hebben. En een derde probleem is dat ja, een gevolg van die onderwijshervormingen van die laatste decennia, opgezet door linkse pedagogen en linkse politici, met als gevolg dat het niveau overal is gedaald. En dat zien we in de internationale testen. En dus ook dat is een probleem voor ons onderwijs. En we hebben ook bij de laatste hervorming gezien dat de eerste graad, voor diegenen die dan later ASO, BSO, TSO en zo verder gaan doen, dat die grotendeels gemeenschappelijk is. En daardoor krijgen leerlingen die bijvoorbeeld kok willen worden of ingenieur minder de kans om zich te specialiseren in hun richting. Als je kok wil worden, heb je daar echt tijd voor nodig om dat 6 jaar te doen en niet 4 jaar. Ze hebben wel die eerste 2 jaar een klein beetje al een instap daarin, maar dat is niet voldoende. Inderdaad, heel wat problemen die zijn aan de grondslag liggen hiervan. Gisteren was er hierover ook een debat in de plenaire. Welk advies hebt u gegeven aan minister Weitz en heeft hij er naar geluisterd? Ja, minister Weitz heeft zeker geluisterd en heeft ook gereageerd op wat ik gezegd heb. Maar helaas niet gereageerd op mijn vraag om iets te doen aan het gebrek aan orde en tucht in de scholen. Dat hij daar de leerkrachten en directies zou mee moeten helpen om dat probleem op te lossen. Wat hebben we nog gevraagd? Dat is ten eerste dat de jonge leerkrachten toch meer werkzekerheid zouden krijgen. Want het is moeilijk om een gezin te stichten als je maar af en toe een interim hebt en van de ene school naar de andere moet. Dat zou toch allemaal een stuk beter moeten. Er is meer nodig in het HR, zoals dat heet, management van de scholen. Die zouden daar toch veel meer moeten werk van maken. Zeker in een tijd waar er veel te veel andere jobs worden aangeboden. En dus dat is een eerste probleem. Het tweede probleem is dat de leerkrachten, dat je zij-instromers in het onderwijs uit het privé niet gaat aantrekken als je die te weinig gaat betalen. En wij vinden dat de 8 jaar anciëniteit die ze nu krijgen, kunnen meenemen uit de privé, dat dat te weinig is. En wij vinden dat moet worden opgetrokken. Want anders ga je iemand die bijvoorbeeld 20 jaar schijnwerker is geweest of zo, niet naar het onderwijs halen om daarvoor een met veel minder wedden te moeten rondkomen. Dus dat moet opgetrokken worden. En we staan niet alleen, want ook Lieven Boeven, de grote baas van het katholiek onderwijs, die vindt dat dat moet kunnen. Kost natuurlijk geld, maar dat is nodig. Wat is er nog nodig? Ja, uiteraard die planlast verlagen. Ook het niveau optrekken. In het onderwijs, daar is men mee bezig. En dat willen wij het zeker doen en wij steunen hem daarin. Maar ook in de lerarenopleiding zelf. Sommigen willen dat daar iedereen kan instromen, de lat nog maar lager leggen, maar dat gaat het niveau van die richting helemaal geen goed doen. En dan gaan er nog meer mensen die we zoeken, die op niveau kunnen lesgeven, die gaan dat te min vinden en die gaan dan liever in de privé werken. En tenslotte moet er zeker iets gebeuren aan die discipline in scholen. De leerkracht die moet kunnen lesgeven in een rustig klimaat. En als hij al niet meer mag straffen en de directie steunt hem daar niet in, dan wordt het zeer moeilijk. En ook directies voelen zich vaak niet gesteund met heel moeilijke leerlingen die ze aan de deur willen zetten, maar ze mogen dan weer niet. En we vinden dat daar toch wel het ministerie zou moeten kunnen helpen. Bijvoorbeeld met time-out-projecten voor die leerlingen die echt niet meer kunnen willen meedraaien en de klas op stil te zetten. Maar vaak moeten die maanden wachten daarvoor. En dat is met welzijn, zou veel sneller moeten kunnen. En desnoods ja, bijna bootcamps opzetten voor echt de moeilijkste gevallen om die toch terug een beetje te orde te roepen. In elk geval, de leerkracht wil geen assenpoester meer zijn. Die het vuil van de anderen moet gaan opkuisen. Hij verdient respect en dan kunnen we toch wel allemaal iets aan doen. Ja, zeker. Dat is een heel goed voorstel, Jan. Hopelijk wordt er ook naar geluisterd. Ja, bedankt voor het gesprek alleszins. Graag gedaan. Bij deze zijn we dan ook aan het einde van deze aflevering gekomen. Bedankt om te kijken en graag tot een volgende keer.